Ik ben verloren. Ik eindig in de goot. Wout, wat is er gebeurd? Hij moet zijn huis uit. Zijn moeder heeft hem op straat gezet. Ze kan niet tegen dat gejank iedere nacht. Jank jij iedere nacht? Nee, ik niet. Brutus. Oh, je mag me dit eigenlijk niet laten zien zo vroeg op de dag. Sinds ik hem uit het asiel heb opgehaald, moet hij de hele nacht huilen. Mijn moeder wordt er gek van. Die hond moet weg, zegt ze. En anders ga jij maar eens lekker op jezelf wonen. Oh, zal ik jou eens even lekker knuffelen? Dat zou wel heel erg fijn zijn. Ben mag niet weten dat Wout zijn hondje heeft meegenomen. Je weet hoe hij over dieren denkt. Hoor ik daar over dieren? Ik zeg het nog één keer. De eerstkomende 10 jaar doen we bij het klokhuis niks meer over dieren. We hebben nou alles wel gehad. Fruitvliegjes, orka's, dode mussen. Ik wil geen dier meer zien op de redactie. Nog geen rubber eendje. Wat heb jij nou? Ik moet van mijn moeder op mezelf gaan wonen. Nee. Hoe kan ze dat nou van je vragen? Je bent pas 33. Ja, zie jij me al voor mezelf zorgen? Ik kan niet schoonmaken, niet koken, niet wassen. Daarom gaan mannen pas bij hun moeder weg als ze een vriendin hebben. Dan kan die het voor ze doen. Ach, wat ben jij toch ongeëmancipeerd? Zijn jullie nou moderne mannen? Het is juist heel goed als je leert op eigen benen te staan. Dus hou nou maar op met huilie-huilie doen. Wat heb ik nou gezegd over dieren? Ben, niet schreeuwen. Je bezorgt Wouters hondje een trauma. Dieren hebben geen gevoel. Dieren hebben alleen een instinct. Over stinken gesproken? Wat zit er in die tas? Het zijn mijn vuile kleren. Iemand moet mijn was doen. Nee, Wouter. Jij doet je was maar lekker zelf. Verdiep je maar eens in het huishoudelijk werk. En dat beest verdwijnt. Of ik ga een paar hele agressieve cosmetische producten op hem testen. Toch, dierenbeul? Trek je mij iets aan, hoor, van oma Ben. Hé, Leonor. Ik heb een voorstel. Jij mag Brutus zoveel aaien als je wilt, als je verkering met me neemt. Wat de dag. Ik ben niet gek. Oké, we hebben verkering. Maar niet zoenen en zo. Zoenen? Nee, dat hoeft niet. Doe eerst mijn was maar eens. Houtje, iets te snel. Waarom heet zo'n lieve, schattige puppy nou Brutus? Ik heb hem zijn naam op de groei gegeven. Oh. Op de groei? Wat zonde. Zit daar maar neer. Als die Brutus hier straks nog zit, dan haalt hij zijn eerste verjaardag niet eens. Ben, Brutus huilt. Hij is bang voor je. Ach, wel nee. Als een hond piept, dan moet er iets in of dan moet er iets uit. Zo simpel is dat bij dieren. Oh, misschien moet hij plassen. Ik ga hem even uitlaten. Ik ga met je mee. Nee, Wouter. Jij blijft hier. Want kijk eens wat oma Ben voor jou heeft meegebracht en je op jezelf gaat wonen. Je eerste huisraad. Pannen, servies, een kookboek met makkelijke hapjes. En deze prachtige wijnglazen. Die heb ik toch niet meer nodig. Oh, want jij drinkt tegenwoordig rechtstreeks uit de fles? Nee, ik heb zelf nieuwe gekocht. Dank je. Mooi, hè? Handgeblazen. Wauw. Ik wist niet dat je het met je handen kon blazen. Wat aardig, Ben. Nou, word je eindelijk een volwassen vent. Weet jij eigenlijk hoe een stofzuiger werkt? Kijk, de stekker steek je in het stopcontact. En dit is de aan- en uitknop. En je vuile was, die breng je gewoon naar de wasserette. Als een echte huismoeder. Mannen die huishoudelijke klusjes doen, vinden vrouwen heel sexy. Echt waar? Het is sowieso bespottelijk dat jullie op jullie leeftijd nog voor jezelf laten zorgen. Wout, zuig ook even in mijn kamer. En als je toch naar de wasserette gaat, neem mijn vuile was ook even mee. Hier. Een tientje voor de wasautomaat. Succes! Nou, ik kan wat huishouden heus wel zelf doen. Zo. Hoe moeilijk kan het zijn? Ah. Oh nee, het tientje! Oh. De glazen! Hadden ze geen droger bij de wasserette? Nee, ik weet niet hoe ik dat tientje uit die stofzuiger krijg. En ik heb zelf geen geld, dus ik kon die wasserette niet betalen. Heb je het op de hand gedaan? Woutje, wasvrouwtje. Ik heb in de kantine heb ik alles in de afwasmachine gestopt. Ging net zo goed. You go, girl. Hey, als ik dat tientje uit die stofzuiger krijg, hè? Mag ik het daar hebben? Help liever even mee. Ga maar wapperen of zo. Wat valt hier nou te wapperen? Wouter, daar zijn toch droogmachines voor?
Ja. Maar die verbruiken zoveel energie. Hè? En wat is er mis met de wind? Hè? Die alles gratis droogblaast. Ik heb toch helemaal geen zin om tegen jouw natte truien aan te kijken? En waarom hebben die kinderonderbroeken gewassen? Zijn die niet van jou? Nee, natuurlijk niet. Mijnen zijn toch veel groot. Mijn ondergoed. Oh jee. Op hoeveel graden heb je dit gewassen? Op hoeveel graden? Niet zo boos, baas. Woutje heeft je wel een tientje bespaard omdat hij... Omdat hij wat? Is dit in de wasmachine geweest? Echt wel. In de afwasmachine. Is toch ook een soort wasmachine? Komt dit uit de vaatwasser? Super nerd. Mijn dure Italiaanse overhemden. Mijn 100% katoenen design herenslips. Hé, hey, Brutus piept niet meer. Ik heb een half uur met hem gepraat en nu is hij gestopt met huilen. Jongen, wat een ravage. Ja, Woutje doet het huishouden. 3 jaar lang heb ik het internet afgestruind. Op zoek naar de perfecte onderbroek. En hij ruïneert ze door ze in de vaatwasser te stoppen. Nou ja, de kookaanslag is er in ieder geval uit. Hè? Nagekoekte randjes. Ik kan me janken. Nou, en zo ben ik er dus achter gekomen dat Brutus helemaal niet verdrietig is, maar gewoon bang in het donker. Dus geen dekentjes meer over hem heen en 's nachts een nachtlampje. Zo vet dat jij met honden kan praten. Ja, misschien ben ik wel een dierenfluisteraar. Huh? Dierenfluisteraar? Ja, een dokter voor dieren die bang of verdrietig zijn. 11 Italiaanse overhemden aan €150. 7 witte katoenen onderbroeken met perfecte pasvorm, maat XXL aan €29,95. Waarom koop je XXL onderbroeken? Op de groei. Dat is samen €1,859,65. Graag binnen een week betalen. Hoe krijg ik zoveel geld bij elkaar? Dat mag je helemaal zelf weten. Dat mag ik helemaal zelf weten. Tuurlijk, als ik het maar krijg. Dus jij belooft dat je niet gaat zeuren over hoe ik dat geld bij elkaar krijg? Ben, nu Brutus niet meer jankt, mag ik weer thuis komen wonen van mijn moeder? Wat is dit? Uw hamster heeft last van claustrofobie. Nou, natuurlijk, kom maar langs. Mijn tarief is €50 per uur. Flappy mist zijn moeder en die parkiet die schijnt nogal verlegen te zijn. En Leonor die gaat als dierendokter met ze praten. Dit is een jeugdprogramma, geen kinderboerderij. We worden rijk. En je had beloofd niet te gaan zeuren over hoe ik aan dat geld kom. En wat krijgen we nog meer? Een depressieve koe? Oké, kom maar verder, Clara. Ja, kom maar verder. Ja. Nee. Geintje.